Om het lichaam op temperatuur te houden en zich goed te laten aanpassen aan wisselende omstandigheden zijn drie organen van grote betekenis. De hypothalamus. Dat is een laboratorium vol met meetapparatuur. De hypofyse. Een high-tech fabrieksterrein voor het maken van hormonen. En de belangrijkste, de schildklier. Een knusse scheikundige werkplaats voor schildklierhormoon. Samen zijn ze de drie-eenheid van de lichaamsenergie. Deze drie organen kunnen met elkaar praten, elkaar boodschappen sturen. En dat doen ze door middel van hormonen. Hormoon komt eigenlijk van het woord zwerven. Dus een hormoon is een zwervende stof die zwerft door het lichaam heen. En die gaat eigenlijk overal in het lichaam zijn effecten uitoefenen. Om de hormonen met hun boodschap te versturen, maken de organen gebruik van een snelstromende rivier, de bloedbaan. De hypothalamus, het meetlaboratorium, is de eerste schakel in de rij. De hypothalamus is in feite een computer, een thermostaat eigenlijk, die steeds de inkomende signalen vergelijkt met waarop die is ingesteld, het setpoint. Zo meet de hypothalamus de lichaamstemperatuur en de concentratie van schildklierhormoon in het bloed, T4 en T3. Is er een tekort aan schildklierhormoon, dan maakt de hypothalamus een boodschappenbriefje, het hormoon TRH. En dat gaat het bloed in. Op weg naar het volgende orgaan. De hypofyse is het tweede energieorgaan. De hypofyse is altijd druk. Als het hormoon TRH arriveert, wordt een van de fabrieken geactiveerd. De TSH-hormoonfabriek. Dit hormoon heeft een unieke eigenschap. TSH is de sleutel die de deuren van de schildklier opent. De schildklier in de hals is het derde energieorgaan. Je kan het vergelijken met een centrale verwarmingssysteem. Het lichaam meet eigenlijk continu hoeveel schildklierhormoon er is. En als er dan onvoldoende aanwezig is, gaat de schildklier aan het werk. In deze prachtige werkplaats wordt jodium gemengd met een eiwit. En dat resulteert in het ontstaan van de schildklierhormoon T4 en een beetje T3. Op commando van het hormoon TSH wordt met digitale nauwkeurigheid heel gedoseerd dit schildklierhormoon losgelaten in de bloedbaan. En vooral het hormoon T3 werkt dan als een katalysator voor alle organen in het lichaam. Is er een tekort aan T3 en T4? Dan wordt dat onmiddellijk ontdekt door de hypothalamus, het lichaamslab. Die activeert in de hypofyse de TSH-hormoonfabriek. Als dit sleutel-TSH gefabriceerd is, wordt het losgelaten in het bloed. Voor de schildklier werkt TSH als een sleutel op een slot. Onmiddellijk worden door de schildklier via de interne computer de schildklierhormonen T4 en T3 losgelaten. En dan is de cirkel rond. Zolang deze drie organen doen wat ze moeten doen, is er een hypersensitieve service actief in een 24-uurs dienst. Betrouwbare metingen en altijd precies de goede dosis hormonen. Normaal gesproken dan. Hyperthyreoïdie is een van de twee dingen die mis kunnen gaan met het reguleringsproces van de energie. De schildklier produceert dan te veel van het schildklierhormoon T4 en T3. Hoe komt dat? De meest voorkomende oorzaak is dat er in de schildklier een bepaalde stimulatie plaatsvindt door antistoffen van buitenaf. Antistoffen zijn eigenlijk afweerstoffen en het lichaam kan afweerstoffen maken tegen schadelijke factoren van buitenaf, bijvoorbeeld bacteriën of virussen. Maar een enkele keer maakt het lichaam ook afweerstoffen tegen onderdelen van het lichaam zelf.
En je hebt hele bijzondere antistoffen die ervoor kunnen zorgen dat de schildklier gestimuleerd wordt. Dan gaat de schildklier dus te hard werken. Dat noemen we ook wel de ziekte van Graves. Deze antistoffen lijken heel erg op TSH. Zoveel dat de schildklier het verschil niet merkt. En dus kan dit nep-TSH ook de schildklier activeren. Omdat het in zo'n grote hoeveelheden aanwezig is, zorgt dit nep-TSH ervoor dat de schildklierhormoon T4 en T3 continu losgelaten worden. Dit slaat het hele energieprocesmechanisme volledig uit het lood. Want de schildklier komt maar niet tot rust. Door het nep-TSH blijft die maar T4 en T3 het bloed inpompen. Dag en nacht. Je hebt dus afweerstoffen die de schildklier te hard laten werken, de ziekte van Graves. Je hebt ook afweerstoffen die de schildklier te langzaam laten werken. En dan hebben we het wat de schildklier betreft over de ziekte van Hashimoto. Daar zijn afweerstoffen in het spel die ervoor zorgen dat de schildklier niet goed meer werkt. En op den duur er zelfs helemaal mee op kan houden. Hypothyreoïdie is dus precies de andere kant van dezelfde medaille. Ook hier zijn antistoffen de mysterieuze boosdoeners, maar met een tegengesteld effect. Ze stimuleren de schildklier niet, maar vallen hem aan en vernietigen alles wat ze kunnen vernietigen. Het effect is dan dat er geen of veel minder schildklierhormoon geproduceerd en losgelaten wordt. Dit tekort aan T4 en T3 in het bloed verontrust de hypothalamus in hoge mate. Die slaat groot alarm en stoort veel van het hormoon TRH in het bloed. TRH zet de hypofyse aan tot het grootscheeps produceren van veel TSH. Dit TSH schrikt behoorlijk van de puinhoop die ze aantreffen in de schildklier. Maar ze kunnen slechts lijdzaam toekijken. Hyperthyreoïdie en hypothyreoïdie zijn elkaars tegenpolen. Toch zijn er ook talrijke overeenkomsten. De mysterieuze oorzaak is er één van. Maar ook zijn het sluipende karakter en de soms onduidelijke klachten de reden dat het vaak erg lang duurt voor patiënten ermee naar de dokter gaan. Of hulp zoeken. Dus je ziet dan wel dat mensen heel veel energie steken in het op de been blijven, vechten tegen hun klachten. En op een gegeven moment gaat het echt niet meer en dan zoekt men hulp. Dat is jammer, want daarmee gaat natuurlijk toch kostbare tijd verloren. Nou, het is inderdaad wel zo dat veel klachten die zijn helemaal niet zo typisch voor de schildklier. En als je inderdaad uitpuilende ogen hebt en je valt 20 kilo af, dan zullen er veel mensen zijn die aan de schildklier denken, maar vaak is het veel subtieler. En zijn er ook wel weer andere factoren in het leven van mensen waarmee je die klachten in verband kan brengen. Als bijvoorbeeld een vrouw bevallen is en wat moe is en wat minder goed slaapt. En een aantal klachten heeft die niet zo heel erg ernstig zijn en daar ook zelf van zegt van dat zal wel hier of daar mee te maken hebben. Dan is de verleiding heel groot om daarin mee te gaan. En veel van die klachten kunnen ook door heel veel andere factoren veroorzaakt worden. Ja, ook als je denkt aan slapeloosheid, gepieker, dat soort dingen. Ieder mens heeft wel factoren in zijn omgeving of in zijn eigen leven die je daarmee in verband kan brengen. En dan kan het wel eens lang duren voordat je op het idee komt dat het iets met de schildklier te maken heeft. Ik heb daar heel veel begrip voor. Mensen die zijn bang om een bepaald label te krijgen. En als je eenmaal overspannen genoemd wordt, heeft dat natuurlijk weer allerlei consequenties op je werk en thuis. En dat willen mensen liever niet. Mm-hmm. Die willen over het algemeen toch liever dat er een echt aanwijsbare ziekte is. Een organische ziekte die hun klachten veroorzaakt. Maar om dan te wachten met naar de dokter te gaan,
is denk ik toch ja, wel onverstandig. Want daarmee bezorg je zelf een hele hoop ellende die niet nodig is. En het is natuurlijk ontzettend makkelijk om door middel van een bloedonderzoek uit te laten zoeken of de schildklier goed werkt of niet. Schildklierafwijkingen komen bij vrouwen 4 maal zo vaak voor als bij mannen. Een raadsel of verklaarbaar? Dat weten we eigenlijk niet goed. Het eerste waar je aan zou denken, dat zijn hormonen. Maar de relatie tussen geslachtshormonen en schildklierziekte is een ingewikkelde relatie. En je kan daarnaast aan genetische oorzaken denken. Een vrouw en een man zitten genetisch natuurlijk verschillend in elkaar. En daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan, maar de factor die dat bepaalt is eigenlijk niet geïdentificeerd.